de mensen waren in de comments waren heel erg lovend. Ja. Over ja, hoe je er nu uitziet. Zeg maar, je ziet er veel gezonder uit in 2019 dan in 2018. Ja. In 2018 kreeg je ook heel vaak de kritiek dat mensen dachten dat het misschien gefotoshopt was. Of dat je anabole had gebruikt. Precies, ja. Nu zijn de reacties natuurlijk voornamelijk positief. Mm-hmm. Ben je heel erg bezig met de feedback die je erop krijgt? Nou, eigenlijk totaal niet meer. Meer. Kijk, de reden ook waarom zeg maar, ik mijn lichaam train, dat je denkt, oké, zelfverzeker, meer aandacht van vrouwen, leuk, top. Want je wil heel graag dan gezien worden. Alleen nu heb ik echt iets van, nu ben ik die film aan het schrijven en aan het produceren. Ja. Ik vind het heerlijk dat ik op de achtergrond bezig ben. Gewoon, ik wil het liefst gewoon eens in de 5 jaar gewoon een film uitbrengen. Dan hoeft niemand te weten wie ik ben. Ik doe lekker gewoon mijn ding. Dat is mijn ideale situatie. Ja. Ja. Die film ook, hè? Want je zegt het steeds. Waar gaat die film dan ook uiteindelijk over? Ja, de soort van. De saaie samenvatting is eigenlijk. Er is een jongen die wil kunstschilder worden. En dat is natuurlijk een super saai beroep. En vanwege sociale druk en het gezin en de situatie. Komt hij eigenlijk in het influencerlandschap terecht. En daar verliest hij eigenlijk zichzelf. Dus het is ook een beetje een kritische blik op de influencerwereld. Ja. Heel veel kids die willen allemaal influencer en YouTuber worden. En eigenlijk is het super gek. Als je, maar kijk, als je muziek maakt of je rapt of je acteert, dat is een vak, zeg maar, vakmanschap. Maar gewoon gezien worden, dat is, vind ik zo'n gekke ontwikkeling dat iedereen mee is. Maar mag ik daar iets over zeggen? Want veel mensen zijn natuurlijk worden influencer genoemd omdat ze wel iets doen. YouTube filmpjes maken. Kijk, dat is niet per se een vakmanschap, maar ze doen wel iets, snap je? Ja. Nou kijk, ik gooi het ook meer, op de tweede generatie influencers. Kijk, ja. Wij zijn zeg maar, wij deden een soort van leuke dingen en dat werden wij bekend? Influencers. Ja, ik begrijp. Alleen nu is er een generatie die zegt, ik wil gewoon influencer zijn. Dus ik wil gewoon gratis spullen krijgen, ik wil gezien worden, ik wil zoveel mogelijk volgers hebben. En dan passeren we onszelf. In plaats van, ik bedoel, nu ook een tekort aan timmerlieden of wat dan ook. Maar er zijn genoeg mensen die heel veel beroepen leuk vinden. Maar nu opeens door iedereen. Ik denk dat sowieso ook met muziek overal is. Zeg maar, ja, ook willen, met artiesten. Zeg maar heel dat stuk van zeg maar, werken voor iets overslaan. Exact, ja. En willen eigenlijk alleen de, zeg maar, de vruchten de ervan. De roem en de fame. Maar niet zeg maar wat ze zien dat je love krijgt en dat je positief benaderd wordt. En dat je aandacht krijgt. En denk ik wil ook aandacht. Ja, kijk, bijvoorbeeld, ik heb ook een eigen label. Mm-hmm. Dat heet Kill Your Darlings. En dus ik ben heel veel bezig met zeg maar, artiesten scouten of in de gaten houden. Ja. Kijken van oké, wat komt er aan en zo. En je merkt toch echt wel van, ik spiegel het altijd naar, ik weet hoe hard ik heb gewerkt om te komen waar ik ben, weet je wel. Je zoekt het eigenlijk ook terug in iemand. Ik weet wat nodig heeft om zeg maar iets te laten werken. En dan zie ik bij heel veel mensen toch een soort van, die verwachten gewoon eigenlijk dat het gewoon gebeurt. Iets gewoon gelijk werkt of zeg maar dat het gewoon gelijk geld verdienen of ja, maar het lijkt ook makkelijk kijk, als je allemaal hits hebt gescoord en je bent overal te zien denk je oké, een soort van makkelijk maar kijk je weet al die discipline al het hard werk wat jij nodig hebt gehad om hier te komen juist maar dat is precies wat jij zegt over die generatie influencers die jullie als het over de eerste generatie hebben jullie hebben nog een soort van iets gedaan en zijn toen bekend geworden en zijn fame gekregen en zijn influencer geworden. Ja. En nu die nieuwe generatie kijkt alleen naar dat laatste stukje. Ja. Dat wil ik ook. Ja, exact, fuck, ja. Die zit daarvoor. Weet je. En is dat dan ook voor jou de ambitie geweest om die film te maken of was dat er al? Ik wil gewoon verhalen vertellen en dat is gewoon een deel van mijn journey ook geweest. Altijd al geweest. En dus daarom vond ik het gewoon heel mooi. En ik wil gewoon, kijk, ik ben niet zo fan van Nederlandse films en ik kan blijven klagen of je moet gewoon zeggen, ik ga er zelf een poging wagen. En het zit er gladiatoren in, zwaardgevechten, mooie vrouwen, zeg maar veel naakt zit er ook in. Maar ik dacht van, waar ga ik graag naartoe? En welk verhaal wil ik graag vertellen? En dat is de combi geweest van deze film. Maar je zegt het ook alsof je even een filmpje gaat maken, 1, 2, 3. Maar een echte film, echt een speelfilm, kost natuurlijk ook heel veel tijd, heel veel werk. Zeker. Ook heel veel geld. Zeker. Hoeveel geld kost dat? Ja, hoe financier je zeg maar zo'n film? Ja, nou, kijk, de film, een Nederlandse film kost 1,5 miljoen. Ik kan goedkoop produceren, dus mijn film is eigenlijk met mijn eigen uren, eigen investering ongeveer 7, 8 ton. Ik heb de aandelen van mijn vorige bedrijf verkocht. En toen heb ik gezegd, of ik ga een auto kopen of een leuk huis kopen. Ik dacht van fuck it, ik gooi het allemaal lekker in het landschap waar we toch niet veel geld mee verdienen met film. Maar dan doe ik wat ik leuk vind en daar investeer ik. Cinemates toch? Cinemates, ja. Ja. En kijk, ik ben er voor de rest. Kijk, vanaf dat ik 10 was, ben ik begonnen met video's maken. En zo lang ben je bezig met het proces. En nu dit is de kroon op jouw carrière natuurlijk. En nu ben ik iets van 2,5 jaar ermee bezig. Maar ik ben blij. In mei gaan we eindelijk draaien. En dan gaan we aan de slag. Dus ik heb echt heel veel zin in. Ja, daarover. Je gebruikt niet echt bekende acteurs. Is dat een bewuste keuze geweest? Om het ook weer.
kijk, de bekende gezichten zijn als soort van vervuild. Niet in een negatieve zin, maar ik bedoel... Zijn al influencers. Ja, of, kijk, of in heel veel films stoppen ze heel veel influencers ook meteen. Of ze stoppen heel veel bekende koppen die we zo vaak zien. En bij de film, ik vind het, ik wil gewoon een goed verhaal hebben. Heel veel producenten denken, oké, we moeten die acteur hebben, anders redden we het niet. Maar ik geloof nog steeds in de kern, als het gewoon een goed verhaal is en het is gewoon een tegen goede film. Uit, eigenlijk. Nee, en ik wil juist onbekende gezichten, zodat je meer in het verhaal gelooft en erin meegaat. In plaats van denkt, hé, dat is die van die of die. Ja. Ja, ja. Ja. En je zei het al zelf, het is je droom een film maken sinds dat je 10 jaar oud was. Is het allemaal zo rooskleurig als dat je dacht in het begin? Zeker niet. Het is zo tering hard werken. En ik heb net zo'n grote glimlach, net zo vaak zeg maar heb ik een frons, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon... Het is ontzettend lastig. En ook, ik merk in het filmlandschap om daar binnen te komen. Met de distributie en de rechten. En ik was bij Kijkwijze. Al die soort van instanties. Maar als je het hebt over filmproducent. Ik bedoel, de jongste filmproducent in Nederland is net over de 30, 35. Oh, echt? Ik ben 26. Dus dit soort van, al die mensen met wie ik spreek. Niemand gelooft mij of zo, weet je. Dat is allemaal een soort van... Kijk, nu ben ik daar. Maar daarvoor heeft zo'n gevoel van... Ja, nee, dit. En we moeten die kennen. Je moet die kennen. En kijk, zoals bij First... Bedoel, ik ken jullie nu. Bij, in het filmlandschap zijn zeg maar alle oudere mensen... Is dat hun soort van clubje. Dus als ze nu zeg maar snot van 12 binnenkomt lopen... Zegt, hey, ik ga ook een programma maken. Denkt iedereen hier zo... Ja, laat me zitten. Ja, en daar zit ik nu een beetje in. Dus ik probeer ook voor jonge makers het aantrekkelijk te maken... Om in die bioscopen dat zeg maar weer te krijgen. Want er is gewoon... Er is zo fucking veel talent. En daarom ben ik jaloers op muziek maken. Want je kan fucking mooie dingen maken. Maar kijk, als ik een mooie film maak, heb ik meteen miljoenen nodig. Dus van die gap is zoveel groter. Is dat zo? Nou kijk, ik kan het precies oordelen natuurlijk over de muziek. Maar kijk... Maar ik bedoel meer van... Oh. Heb je per se heel veel geld nodig om een film te maken? Zeg je hebt natuurlijk heel veel mensen die niet voor in hun vrije tijd... Dan wordt het een soort vrijwillige... Ja, waar moet je per se... Ja, kijk, zeg maar, als je gewoon... Ik denk maar, je komt op een dag op een geniaal idee wat niet veel geld kost. Ja. Kan dat dan niet een bioscoopfilm worden? Ja, zeker weten kan het ook een succes zijn. En dan ik heb het verkeerd benoemd eigenlijk. Want je kan natuurlijk ook voor lage budgetten dingen gaan doen. Het heeft met mijn eigen streven soort van te maken dat... Ik denk nu niet van, oké, ik ga een Nederlands film maken. Ik denk een film maken die net zo... Zeg maar, ik bedoel, één voor de moon, Amerikaanse stilo. Ja. Heb je gewoon production value meer nodig. Maar kijk, nu als ik het produceer met de bedragen... Ja, ik doe het echt zeg maar 1/4 van wat we in normaal Nederland doen. Dus ik doe echt mijn best om het goedkoper te maken. Ja, ja. En als ik het proces heb afgemaakt... Ik ben ook echt bezig om een soort guidebook te maken... voor volgende filmmakers om het nog goedkoper te doen. Mm-hmm. Zodat er meer een rodering komt van nieuw talent. Ik bedoel, er is niet heel veel. En je hebt natuurlijk vroeger eigenlijk altijd al films gemaakt met minimaal budget. Denk ik, dat was altijd al jouw ding. Dat je films maakte met... Dat je van minimale... iets heel kleins iets heel groot kan maken. Ja, dat was Cinemates natuurlijk. Dus. Ja, nu is het bijvoorbeeld ook kijk, in de... Ik had eerst een film. Het was gewoon van jongen die naar Amsterdam ging en wat dan ook. En dat vond ik een soort van... Ja, je kijkt veel Netflix, andere films. Die zijn gewoon hebben veel meer te bieden eigenlijk. Dus nu ook... Hij schildert in een soort gladiatorstijl. Dus we zien de hele film een volledige gladiatorsfeer. In een enorme arena. Die volledig in 3D wordt gemaakt en een deel set wordt gebouwd. Ja, dat is iets waar ik normaal gesproken ook niet zou denken van dat gaan we doen. Maar omdat ik toch die achtergrond heb van iets goedkoper produceren. Denk ik, fuck it. Ik wil gewoon... Echt iets moois neerzetten.